Welkom terug in Piratenland. We staan hier op mijn gloednieuwe, prachtige, mooie boot met de witte zeilen. In de vorige video heb ik jullie met een soort cliffhanger achtergelaten, want ik heb hier een boekje met, of een chocobox of een barrel met heel veel chocoboxes erin. En een boekje genaamd Belangrijk. En ik had beloofd om die te lezen deze aflevering. Maar voordat wij dat gaan lezen, gaan wij Elen voor onze kurkpiraat Rick bezoeken. Want in de vorige video heb ik een huis voor hem gebouwd en hij was er alleen niet om hem aan hem te geven. Dus laten we nu maar even naar hem toe lopen en kijken of hij er is, zodat we het huisje aan hem kunnen geven. Hallo? Kurkpiraat. Oh, de DBE is hier bezig, jongens. Wat is de DBE aan het doen? Niet betreden onderzoek. Ze zijn de moord aan het proberen op te lossen hier, volgens mij. Maar dat zijn ze echt al lang mee. Niet belangrijk. Rick? Hallo? Oh, volgens mij is hij... Hallo? Klop, klop. Rick? Ja, wat is er? Hallo? Rick? Ja, wat is er? Kan je open doen? Ja, kom maar binnen. De deur is open. Oh, de deur is open. Oké. Rick? Ik zie je kurk alleen. Ik zit in mijn kelder. Wat ben je aan het doen? Waarom zit je hier? Ben je zo depressief geworden of zo? Ja, ik vind het niet leuk om hier te zitten. Kom eruit. Okay. Wat vind je van je nieuwe kamer hier? Ja, het is je hotel. Ja, het is wel mooi, maar het is niet van mij. Dat vind ik het is natuurlijk... Heb je je huur al betaald van het hotel? Of je kosten, wat is het? Ja, hotel is natuurlijk niet gratis. Ja, maar jij hebt mij hier neergezet. Ja, je moest toch een plek hebben? Ik kon je ook wel in de bossen dumpen, maar ik had niks anders voor je. Ja, maar ik heb toch helemaal geen geld. Dat ligt allemaal daar nog. Oh, mijn god. Maar je hebt wel je boekenkast niet echt aangevuld, zo te zien. Nee, ik ben hartstikke druk geweest. Maakt niet uit. Ik snap dat je verdrietig was en dat het allemaal even moeilijk was. Maar om die reden heb ik een verrassing voor je. Ik hoor ook allemaal skeletons hier en zo om me heen. Het is helemaal geen fijn huis. Het is helemaal niet fijn hier. Nee, dat snap ik. Wacht, als je even met me meekomt? Ja, ik kom eraan. Moet even. Kijk, we hebben hier de DBE is deze moordzaak volgens mij aan het oplossen. Ja. Dus laten we die maar even met rust, want je wil niet met de DBE in de knoei komen natuurlijk. Nee, het ziet er ook een beetje... Een beetje gek uit inderdaad. Uit. Ja, okay. Ja, gevaarlijk. Laten we maar doorlopen. Ja, oké. Okay. Kijk, het fort prachtig natuurlijk, maar uiteindelijk past zo'n fort toch niet echt bij jou of zo, weet je. Ik bedoel, je bent een kurkpiraat, dus ik dacht, het is nu van de koning, weet je. Nee, het is nou eenmaal zo. Het is niet van de koning. Ja, weet je wat het is? De koning die heeft gewoon een fort nodig, Rick. En jij, waarom zou jij nou een fort nodig hebben? De koning moet lekker oprotten naar zijn kasteel of zo. Hij is in een kasteel, maar maakt niet uit. Kijk, ik heb hier wat een aantal dingen gebouwd. Ik heb hier, dit huis hier is voor zijn dienaren. Hij heeft me ervoor betaald, dus... Groot huis. Ja, mooi hè. Dit is in ieder geval. Ja. Dus de Narkander, de stagiair en de ridder en zo. En ja. Dan heb ik nog een prachtig huis voor jou gebouwd. Nice. Ja. Ja, top. Oké. Okay. Nee, maar wacht, Rick. Maar Rick. Is... Rick. Oh, wait, je hebt Rick. Nog een... Ja. Ik bedoel dit huis hier. Ik bedoel dit hier. Dit kleine huisje bedoel ik. Die is voor jou. Max, het is al 1 april geweest. Oké. Okay. Hoe zit het met die inrichting hier dan? Ga jij dat ook nog doen? Of? Nee, ik meen het. Dit is voor jou. Dit kleine huis is voor jou. Dat grote huis is voor de koning. Voor de koning? Voor de koning. Die wilde een vakantiehuis hebben, dus dat is zijn vakantiehuis. Max! Ja, nou, het is eenmaal zo. Sorry, de koning wilde een vakantiehuis. Dus dat is voor hem. En ik heb deze ingericht voor je. Kijk maar even. Kom even kijken. Je hebt hier een tafeltje. Kan je lekker ontbijten en dan naar de koningsvakantiehuisje kijken. Je kan door dit raampje naar je oude fort kijken die nu niet meer van jou is. En je kan door dit bed hier, dan kan je kijken naar schepen waar je zo van houdt. En Max, ik heb een bankje voor je gekregen. Ik ga dit niet doen. Het is je mag hem gratis hebben. Dan hoef je geen huur te betalen voor je hotel. En dit is voor jou. Dit is van jou. Ik ga hier niet wonen, Max. Hoezo niet? Het is, kijk nou. Je hebt hier zelfs een plekje om te zitten. Het is geweldig. Dus die koning doet eerst maar een fort inpikken. Ja. Dan krijgt hij een vakantiehuis die 6 keer groter is dan mijn nieuwe woning. Weet je, ik zou het eigenlijk... Ik had beloofd of gevraagd aan de koning of hij dit niet wou zeggen. Maar ik had deze eigenlijk voor jou gebouwd. Alleen de koning heeft me betaald en nu is hij van hem. Max. Had jij me betaald? Jee, gast. dit fort. Ja. Dit was voor mij. Ja, maar ook gratis. Dus... En de koning betaalt mij. Maar ook gaat hij me voor dat betalen. Hij heeft me voor dit betaald. Jij me nooit betaald. Dus ik heb jou gratis, omdat je een piraat bent. Je hebt nooit de prijs genoemd. Nee, dat klopt inderdaad. Maar denk er gewoon heel even over na. Je hebt hier in ieder geval een prachtig huis van jou. Helemaal voor jou, niemand anders. Ik denk dat zelfs de koning dit niet wilt. Ja, misschien dat hij zijn hooischuur ervan wil maken. Maar... Ik ga dit niet doen. Wat wil je dan? Ik wil terug in mijn fort. Ja, dat kan ik toch niet zomaar doen. De koning heeft het met zijn, weet ik veel wat, allemaal overgenomen. Nee, zo werkt het niet. Ja, maar wat... Nee, maar dit gaan we niet doen. Dat moet je zelf doen dan. Ik heb genoeg andere dingen te doen. Ik kan niet. Ik heb een fort voor je gebouwd. En mijn dag ga ik het zelf doen. Oké, okay. Of wat ben je van plan? Ik ga een goede vriend van mij bellen. Ja?
Dat is ook een koning. En ik ga ervoor zorgen. En nog een koning? Ik heb nog een koning. Er is hier nog een koning. Ken je die niet? Nee. Koning Grat heet die. Ken je die niet? Oh mijn god, nee, ik wil hem niet kennen, denk ik nu ik de naam hoor. Weet je, zoek jij het uit. Ik heb een huis voor je gebouwd, je kan hier wonen. Ik ga hier niet wonen. Ja, het hotel, die, dat moet je betalen in het hotel. Ik betaal wel even kijken, in brood. Kijk, hier heb je vast... Nee, ik hoef geen brood. Ga je huis in, dit is voor jou. Nee, ik ga... voel je thuis in je huis, kom naar binnen. Kom, nee, voel je thuis, wees welkom. Het is van jou, de muren zijn van jou, het plafond is van jou. Misschien kan je nog een kelder erbij bouwen. Verzin het, ik heb alleen geen opslag voor je, dus dat moet je zelf even regelen. En ik heb geen boekenkast voor je en niet echt een bureau. Dus het is wel een kleine downgrade voor je hotelkamer. Maar dit is van jou, alsjeblieft. Ik zie wel wanneer je een keer wat regelt voor je kasteel. Ik heb hem voor je gebouwd, ik ga niet voor je terug veroveren. Ik haat je echt persoonlijk, weet je dat? Hoezo? Ik bouw dingen voor je! Je had het ook allemaal zelf kunnen doen, je mocht hier wonen. Jij vroeg of ik hier wou wonen. Ja, dat klopt, ik vind het gezellig. Hé, Rick, ik spreek je snel, veel plezier met je huis. Je mag ook wel een klein dankjewel zeggen voor de hele situatie dit. Maar dat doe je ook weer niet. Tot ziens. Tot ziens, Rick. Goed, we zijn één dag verder in het leven. En dat betekent dat het eindelijk tijd is om dit belangrijke bericht hier van Korfbal Char even te lezen. Oftewel van de DBE. Geachte kapitein Knalmut. Aangezien de relatie tussen de DBE en piraten recent is hersteld, voelen wij ons op ons gemak om jou te vragen om een gunst. Voor het veilig maken van de Netherhub hebben we nog wat materiaal nodig. Het gaat in dit geval om 11 shulkerboxen met lava buckets. Dat kan jij met jouw kwaliteit wel even regelen, toch? Alvast bedankt, ondertekend DBE. PS, dit is geen vraag, maar een kleine verplichting. 11 shulkerboxen vol met lava buckets. Oh mijn god, ze zitten ook al vol met buckets. Hoe is me dat niet eerder opgevallen? Oh mijn god. Dit moet allemaal... Weet je wat, dit is een taak die ik kan, jongens. Ik trek mijn armor aan... De DBE heeft mij een belangrijke taak gegeven en zoals er inderdaad in het bericht stond. Onze relatie is recentelijk hersteld. Dat klopt, de DBE en ik hebben niet echt ruzie op het moment, maar toch vind ik het altijd spannend met de DBE. Zeker het feit dat ze een nieuw gebouw hebben. Dus laten wij maar heel eventjes hoppakee naar mijn schedel gaan. Daar kom ik ook niet heel vaak, jongens, bij mijn schedel hier. Het duistere schedel van Content Veen. Laten we maar naar binnen... Oh, Char is hier ook gewoon. Hallo, hallo Char. Ik ga lekker op pad om allemaal lavabuckets te halen. Doei! Doei! Oké, jongens, want je zag het in het bericht in het boekje van net. Joris, Char en ik willen met z'n drieën de Netherhub helemaal gaan omtoveren. Maar daarvoor moeten we natuurlijk heel veel lava buckets hebben. En heel simpel, ik hoef alleen maar dingen te verzamelen en ik ga helpen met bouwen. Maar het ontwerp is zo hebben als het goed is, Char en Joris met z'n tweeën gebouwd. Dus ik weet zelf ook nog niet hoe het eruit komt te zien. Ben ik ook heel benieuwd naar. Maar voor nu laten we maar gewoon heel eventjes kijken of we hier naar beneden kunnen zo. En gewoon even wat lava buckets kunnen verzamelen. Oeh, mijn eten is wel bijna op. Daar moet ik wel voorzichtig mee zijn. Nou, laten we maar beginnen met deze rare taak. Ik ben heel benieuwd wat ik ervan ga maken. Althans, hoe lang dit gaat duren vooral. Laten we deze chocobox hier plaatsen. Allemaal dit eruit halen. Oh, dat kan wel makkelijk, zoals dit. Nou, en dan is het tijd om lava te verzamelen. Oh mijn god. We kunnen gewoon letterlijk dit doen tot we genoeg lava hebben. Zo. En dan dit ook allemaal verzamelen. Oh, nee! Daar gingen ze. Oh nee, ik moet opletten. Oké, we kunnen de eerste hier vullen. Ik moet wel opletten, want zoals je net zag gingen er een paar in de lava. Omdat als je inventory vol zit, dan, ja, dan dropt dat gewoon natuurlijk in de lava. Oké, de eerste shulkerbox is compleet. En zoals je ziet zijn er twee lava buckets helaas verloren gegaan. Maar dat maakt niet uit. Kan gebeuren, risico van het vak. Volgende lava buckets. Bim, 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 bim. Hoppakee, zo. Kom maar allemaal hier, lava. Kom maar allemaal hier. Allemaal in mijn... Nee! Hier is weer eentje verloren gegaan. Best wel een makkelijke taak. Ik had het eigenlijk veel ingewikkelder verwacht. Maar het is letterlijk gewoon een beetje emmertjes vullen hier en daar. Ja, en in jou heb ik nou echt geen zin op het moment. Ga jij eens weg. Laat me eens met rust. Laat mij maar gewoon mijn lava taakje doen. Ik heb geen zin om te gaan zitten vechten en zo. Het kost me alleen maar weer eten. Hier, sterf allemaal. Oké, shulkerbox nummer 3. Oh mijn god, jongen. Echt wat een taak. Oké, ik ga deze twee hier doen. Zo. Dan ga ik dit vast zo doen. Zo, tot mijn hand hier leeg is. Kunnen we die vast terug doen en dan gaan er niet meer lava buckets verloren. Ik zie het alweer gebeuren dat ik een wipprong een paar in de lava gooi. Weet je, terwijl ik hiermee bezig ben, ik zie jullie wel als het klaar is. Ik ben zo meteen toch al klaar. Goed, jongens, we zijn bij de laatste emmers aangekomen. En hebben wij, als het goed is, hebben wij alles kunnen vullen. Dus laten we dit allemaal eventjes hier stoppen zo, hoppakee. Au, ik moet niet in de lava vallen. Even de laatste lavapoeltjes leeg roven. Mijn eten is zo te zien ook op, dus dat komt daar niet echt heel top uit. Zo, oké. Nou, in principe komt het juist wel goed uit. Mijn eten is op, we kunnen weer terug naar huis. Dan stoppen we de laatste bucket, stoppen we hier. Hoppakee.
Dan hebben wij een volle shulkerbox. Hebben we hier ook een volle shulkerbox. Deze is ook vol. Deze is ook vol. Deze is ook vol. Deze ook. Deze ook. Deze ook. Nou, een soort van. Deze mist er ook twee. Deze is wel helemaal vol. En deze is ook helemaal vol. Nou, in principe missen we 3 lava buckets. Dat kunnen we zo nog regelen tijdens het bouwen. Dat is niet het grootste probleem. Ik werd de hele tijd aangevallen ook door allemaal irritante rotbeesten zoals jij. Ga weg. Hier, laat me met rust. Dat we snel omhoog gaan, dat we gelijk ook even wat eten kunnen halen. Op zijn minst misschien in de winkelvlei. Want ik heb diamonds gekregen van de koning. Ik stop deze shulkerboxes. Laat ik eerst even naar de winkelvlei gaan. Oh nee, trouwens, Char is hier. Kijk, hier heb je... Ah, ik word aangevallen. Char, kijk eens wat ik voor je heb. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 shulkerboxen vol met lava buckets. Ja, dat is goed, hè? Oh mijn god, kijk al die spullen die zijn verzameld. Oh, ik ben heel benieuwd naar deze netherhub. Ik ben zelfs zo benieuwd naar deze netherhub, dat we hem gewoon gelijk gaan bouwen. In 3, 2, 1, babo! Joris, Char, de taken zijn gedaan. De hub is gebouwd. En het is jullie design. Ik heb alleen simpelweg geholpen met lava verzamelen en blokken plaatsen waar jullie zeiden dat ze moesten. Laat eens zien. Wat hebben we gebouwd? Het is jullie design. Ik wil dat jullie mogen het uitleggen wat er gedaan is. Van buiten moet je nog niet op letten. Dat is... buiten is net een soort taart. Een paarse taart is het van buiten. Paarse taart. Een paarse taart noemen we het. En als je binnenkomt... Heb je in het midden van het winkelgebied natuurlijk. De portal van het winkelgebied, dat ziet er goed uit. Dat ziet er heel goed uit. Met overal omheen verschillende biomes. We hebben hier de Soul Sand biome. Hier de Warp Blauwe biome, ik weet niet hoe die heet, we noemen van een blauwe biome. De Basalt biome. De Basalt biome hier. En dan daar biome. Tot slot de rode biome. En een mooie sterrenhemel overal, zo te zien. Overal sterren. Dat zo te zien, ik heb geholpen met bouwen, dus ik doe alsof ik alles voor het eerst zie nu, maar... Ja, ik moet zeggen, jullie design is wel echt heel cool. Het ziet er echt heel cool uit allemaal. Het idee is natuurlijk, want blauw is voor jullie basis. Jullie hebben blauw gekozen. Dan hier het roze is voor Harlow en zo, volgens mij. Mm-hmm. Dan hier deze biome, waar één blokje nog niet van klopt, is voor meneer KB's biome. En dan hier de mangrove is voor mijn biome. Of voor mijn basis natuurlijk. En het idee is dat die gangen dan helemaal doorlopen totdat je eigenlijk bij de portals komt. Dus zodat mensen dan hun eigen portal natuurlijk kunnen decoreren en weet ik wat allemaal. Ja, dat ziet er... Ik moet zeggen, ik ben echt heel blij met dit. Het ziet er echt heel mooi uit. En de binnenkant hier, wat is het idee hier? Je kan nu hier omhoog. Nou, uiteindelijk wordt dit helemaal doorgetrokken naar boven en dan kan je via daar naar de Netherroof, naar het dak. Ah, dan kan je daar ook gaan samen er één groot gat van maken ook gewoon, of... Als jij daar de tijd voor hebt, dan kan dat. Ja, ik heb er wel tijd voor, maar ik weet niet of ik er tijd voor wil maken. Nou, in ieder geval, het ziet er heel goed uit. Ik ben blij dat we nu eindelijk een keer normaal door de Nether kunnen lopen zonder dat... Ja, althans, de gangen moeten nog gemaakt worden, maar het hoofdgedeelte hier ziet er heel mooi uit. Uiteindelijk veilig heen en weer. En veilig vooral, dat is, want de Nether is niet veilig, dat is verre van veilig. Nee. Nou, ik ga lekker naar mijn buisje toe. Goed, jongens. We zijn denk ik 1,5 uur tot 2 uur bezig geweest. Wat zeg ik, het ontwerp was er al, die hebben Joris en Char gemaakt, maar het ziet er zo leuk uit. Ik vind het zo een leuke Netherhub dit gewoon. Al die leuke biomes hier en daar, en als het goed is, is er zelfs in de rode biome hier. Als je hier naar beneden gaat, is er, ja kijk, hier is een grot. En in deze grot is volgens mij nog niet helemaal af, want er moet nog een vloer in. Maar hier willen ze van die piglings doen, waardoor je goud met ze kan ruilen. En waardoor je dan weer leuke nieuwe tools gaat. Weet ik wat allemaal. Ik ben nooit zo bekend in die piglings, maar dan gaan ze hier van die zombie piglings plaatsen. Maar wat een leuke netherportal. Kijk nou hoe leuk dit er allemaal uitziet. Gewoon, en als je hier natuurlijk doorheen gaat, kom je in het winkelgebied of winkelvallei. Kijk, oh, er is gelijk een skeleton hier, die gaan we even doodmaken. Dan wil ik gelijk eventjes naar mijn favoriete eetwinkeltje toe. En daar eventjes wat eten kopen. Zo, want ik had natuurlijk 10 diamonds gekregen van de koning voor het
bouwen van zijn vakantiehuisje. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. 1, 2, 3, 4. Kijk, dat is het lekkere aan diamonds hebben, jongens. Helemaal top. Oeh, dan ga ik ook even heel wat eten hier in de ender chest doen. Zo. Goed, dan gaan we de portal weer in. En dan gaan we via de nieuwe nether hub kunnen we lekker door naar huis. En het makkelijke voor mij is, ik hoef gewoon naar boven te kijken. En je kan aan de houtkleur zien welke kant je op gaat. Want het ziet er natuurlijk allemaal een beetje hetzelfde uit. Maar als we hier mangrove volgen... De mangrove. Komen we uiteindelijk weer in Piratenland uit. Voor nu is het even een eng het bruggetje hierheen. Dit pad moet natuurlijk nog mooi gemaakt worden, maar we gaan gewoon lekker naar huis. Ik ben wel lang genoeg in de nether geweest nu. Ah, Piratenland. Ik heb je gemist. Ik heb je gemist, Piratenland. Ik hoop dat Rick nog steeds blij is met zijn, met zijn huisje die ik hem heb gegeven. Het is inmiddels al een dag geleden dat ik dat heb gedaan. Ik heb het niet meer gezien sinds toen, dus ik hoop dat het allemaal goed is. Maar goed, voor nu is het alweer mooi geweest. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken voor de nieuwe nether hub die gebouwd is. En abonneer ook eventjes als je dat nog niet hebt gedaan. We zitten bijna op die 380.000 abonnees. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video om te kijken. Heb je die nou nog niet gezien? Dan moet je hem even kijken. Het is een verplichting. Anders ben je echt heel stom. En dan nu spreek je later. Glaasje water, vier flesje bier. Tot de volgende keer. Bam, 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 bam.